Jezus is, maar ook hoe je daar kwetsbaar in kunt zijn. Wat dat betekent. Dat Judas één van Jezus was, 3 jaar lang, en toch op het moment suprem afhaakte. En iets anders zei dan Petrus, Johannes en alle anderen. Ik wil dus nadenken over Judas, en we doen dat vanuit het evangelie van Johannes. Voordat we daar een paar gedeelten uit lezen, die gaan over Judas, wilde ik jullie even een soort vragen, raadseltje op geven, kijken hoe wakker jullie nog zijn. De eerste foto als het mag. Kijk, iemand een idee wat dit zijn? Oh, wat denken jullie slecht? Nee, dit zijn gewoon snoepjes. Ja. Ja, de volgende. Dat zijn dit. Ah, die weten ze wel. Ibuprofen, zeker. Ja, ja, volgende. Wat zijn dit? Nou, zit er goed in. Smarties, zeker. Ze lijken wel verdraaid op elkaar, hè? Volgende. Wat zijn dit? Volgens mij snoepen jullie de hele week. Want jullie halen alle snoepjes eruit. Volgende. Wat zijn dit? Ah, kijk, nu wordt het verdeeld, hè? Ah, dit is paracetamol, zeker. En de volgende. Ja, is het nou drugs of zijn er snoepjes? Ja, dit zijn echt snoepjes. Ja. Grappig, hè, dat je dingen hebt die zo op elkaar lijken en toch zo heel verschillend zijn. Want of je nou een snoepje neemt of ecstasy, of je nou een ibuprofen neemt of een smartie, het ziet er van buiten soms zomaar hetzelfde uit, maar de binnenkant is natuurlijk compleet anders. Kijk, als je iets te veel smarties eet, dan kom je een kilootje aan. Je denkt achteraf altijd, oeh, dat had ik niet moeten doen. Je bent misselijk als je iets te veel gegeten hebt, maar daarna is het ook weer over. Als je iets te veel ibuprofen neemt, gebeuren er hele andere dingen. Komt zelfs de dood dichtbij. Als je een snoepje neemt of ecstasy, dat scheelt nogal. En in de streek waar wij wonen is dat nogal een punt in Aalburg. De jongeren die zich daar allemaal aan overgeven. Aan drugs en alles wat het met zich meebrengt. Omdat het er dus wel misschien goed uitziet, maar iets compleet anders is van binnen. De buitenkant zegt dus lang niet alles. Hou dat in je hoofd en dan gaan we naar Judas. Ik wil beginnen met Johannes 12. Als je de Bijbel bij je hebt, blader eventjes heen naar Johannes 12. Ik wil 3 gedeelten lezen uit het Johannes-evangelie, waarin we Judas een rol zien spelen en daaruit wil ik een aantal lijnen trekken. Eerst Johannes 12 en we lezen de eerste 6 versen. Johannes is als een van de 4 evangelisten eigenlijk het meest scherp op Judas en vertelt ons dingen die de rest ons niet vertellen. Daarom Johannes 12, 1 tot 6. Het woord van God eerst hier. Jezus dan kwam 6 dagen voor het Paascha in Betanië, waar Lazarus was, die gestorven was, maar die hij uit de doden had opgewekt. Zij nu bereidde daar een maaltijd voor hem en Martha bediende. Lazarus was een van hen die met hem aanlagen. Maria dan nam een pond zuivere nardussalf van zeer grote waarde, zalfde de voeten van Jezus en droogde zijn voeten met haar haren af. Het huis werd vervuld met de geur van de zalf. Toen zei een van zijn discipelen, Judas Iscariot, de zoon van Simon, die hem zou verraden: waarom is deze zalf niet voor 300 penningen verkocht en aan de armen gegeven? Hij zei dat niet omdat hij zich bekommerde om die armen, maar omdat hij lief was en de beurs beheerde en droeg wat gegeven werd. We bladeren door naar 13, hoofdstuk 13 uit Johannes vanaf vers 21. Johannes 13, 21. Jezus heeft van aangekondigd dat hij lijden zou en dat ze de voeten moeten wassen van elkaar. En dan, vers 21, Johannes 13. Toen Jezus deze dingen had gezegd, raakte zijn geest in beroering. Hij getuigde en zei, voorwaar, ik zeg jullie, één van jullie zal mij verraden. De discipelen dan keken elkaar aan in twijfel over wie hij dat zei. En een van zijn discipelen die Jezus lief had, lag aan in de schoot van Jezus. Simon Petrus wenkte dan die dat hij zou vragen wie het zou kunnen zijn over wie hij sprak. En die ging tegen Jezus borst liggen en zei tegen hem, Heer, wie is het? Jezus antwoordde, die is het aan wie ik het stuk brood zal geven, nadat ik het heb ingedoopt. En toen hij het stuk brood had ingedoopt, gaf hij het aan Judas Iscariot, de zoon van Simon. En met het nemen van dat stuk brood voerde Satan in hem. Jezus dan zei tegen hem, wat je wil doen, doe dat snel. Maar niemand van hen die aanlagen begreep waarom Jezus dat zei. Sommigen dachten, omdat Judas de portemonnee had, dat Jezus tegen hem zei, koop wat we nodig hebben voor het feest. Of dat hij iets aan de armen moest geven. Toen hij een stuk brood had genomen, ging hij meteen naar buiten. En het was
nacht. En dan als laatste hoofdstuk 18. Johannes 18. Dan lezen we de eerste 11 versen. Johannes 18. Het moment waar Jezus gevangen genomen wordt. Johannes 18 vers 1. Nadat hij dat had gezegd, vertrok Jezus met zijn discipelen naar de overkant van de beek Kedron, waar een hof was die hij met zijn discipelen inging. Judas die hem verraadde kende die plek ook, want Jezus was daar vaak met zijn discipelen samengekomen. Judas dan, die de afdeling soldaten en enkele dienaars van de overpriesters en fariseeën had meegenomen, kwam daar met lantaarns, fakkels en wapens. Jezus dan, die alles wist wat hem over hem zou komen, trad naar voren en zei, wie zoek je? Ze antwoordde, Jezus de Nazarene. Jezus zei tegen hem, ik ben het. En Judas, die hem verraadde, stond ook bij hen, bij die soldaten. Toen hij dan tegen hen zei, ik ben het, deinsden ze terug, vielen ze op de grond. Jezus vroeg hen opnieuw, wie zoeken jullie? Ze zeiden, Jezus de Nazarene. Jezus antwoordde, ik heb jullie gezegd dat ik het ben. Als u dan mij zoekt, laat deze dan gaan. En hij zei dat opdat het woord vervuld zou worden dat hij gesproken had. Uit hen die u mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren laten gaan. Simon Petrus dan, die een zwaard had, trok het, trof de slaaf van de hoge priester, sloeg zijn rechteroor af. Die Malchus heette die. Maar Jezus zei tegen Petrus, doe je zwaard terug. De drinkbeker die je vader mij gaf, zal ik die niet drinken. Tot zover. Zalig ben je als je het woord van God leest, hoort, bewaart en er ook zo uit leeft. Amen. Gemeente, soms zie je het voorbij komen. Iemand doet een greep in de kas. Iemand is verantwoordelijk voor financiën, maar moffelt dingen weg. Dat is altijd naar, maar het is helemaal naar als dat iemand is van een goed doel. Een tijd geleden was het de Alpe d'Huez bijvoorbeeld. Een ander goed doel, dat iemand de giften toevertrouwd krijgt en juist op die plek zichzelf verrijkt. Dat steekt zo omdat je op de buitenkant juist een heel mooi werk doet. Je geeft je tijd en je energie en je geeft dat voor het goede doel, zogenaamd alsof je er niks aan overhoudt. En ondertussen doe je op de achtergrond, zonder dat mensen het zien, iets heel anders. Gebruik je die plek voor je eigen welzijn, ten koste van waar het geld naartoe had moeten gaan. Judas, wat is hij eigenlijk een figuur? Is hij eigenlijk gewoon fout, slachtoffer of een held? De meningen verschillen een beetje over hem. Sommigen zeggen, ja, hij heeft ervoor gezorgd dat Jezus kon worden gekruisigd zonder Judas. Niet die genade waar we net over hebben gezongen. Zo is de wereld gered door het offer van Jezus. En Judas heeft dat in gang gezet. Anderen zeggen, Judas is vooral een slachtoffer. Iemand moest het doen. Nou, dan hij maar. Het was toch het plan van God. Hij kon er ook niet zoveel aan veranderen. Hij is gebruikt door de duivel en ja, sneu voor hem. Nog weer anderen zeggen, nee, niks ervan. Judas is gewoon ontzettend fout. Hij had een sleutelrol in misschien wel de grootste misdaad van de geschiedenis. Hij doodde God, de Zoon van God. En dat deed hij op een hele smerige manier ook. Schijnheil. Wat is het nou? Judas. Het is denk ik allereerst goed om die spanning die onder Judas te vinden is, om die erin te houden. Ja, het plan van God moest ook worden uitgevoerd. En ja, iemand moest het doen. En ja, de duivel gebruikt Judas. We hebben dat gelezen. De duivel vaart in hem, komt in zijn hart. En tegelijkertijd heeft Judas ook gewoon een eigen keus. Daar zal ik straks wel een aantal dingen van laten zien, hoe hij in het verhaal heel bewust handelt. En dat is een spanning die je niet wegkrijgt. En die je denk ik in de Bijbel heel vaak tegenkomt. Gods leiding aan de ene kant, vooral in zijn grote verhaal met de wereld, en aan de andere kant de beslissingen die wij mensen nemen in het kleine leven van elke dag, en de duivel die daartussenin zit en stookt. Wij kunnen daar meestal niet zo goed tegen. We willen graag of het een of het ander. Of het is Gods werk, of het is ons werk. Maar bij Judas zie je het allebei. En ik denk dat dat niet zomaar is, dat we die spanning er ook in moeten houden en ook onszelf moeten laten raken. Ja, Judas vervult een unieke rol. En tegelijkertijd maakt hij keuzes waardoor hij volgens mij, denk ik, ook dicht bij ons komt. Kijk, als je zegt hij heeft een unieke rol, dan kun je van Judas zeggen, nou dat was once in a lifetime.
Dat komt niet meer voor. Maar als hij keuzes heeft gemaakt vanuit zijn eigen leven, dan komt hij vanmorgen, denk ik, dichterbij dan we zouden willen. Ik wil vandaag niet zozeer stilstaan bij het verhaal zelf, maar meer hoe Judas daar gekomen is. Dan begin ik met Johannes 13. Het is donderdagavond. Over een paar uur zal Jezus worden gearresteerd. Over 24 uur is hij gestorven. Maar in de spanning van dat moment eet Jezus met zijn discipelen. Moment van relatie. Maar ook waarin Jezus nog laatste woorden spreekt. Je thuis maar eens hoofdstuk 14 tot 17 doorlezen. Prachtige hoofdstukken over de woning in het vaderhuis. Over de belofte van de geest. De wijnstok en de ranken. Allemaal woorden die Jezus sprak net voordat hij stierf. Maar aan het begin en aan het eind van dat stuk, hoofdstuk 13 en hoofdstuk 18, hebben we allebei gelezen, kom je één man opvallend tegen, Judas. Net voordat Jezus die laatste woorden spreekt, wordt hij weggestuurd, verdwijnt hij van het toneel en daarna komt hij weer terug. Klaarblijkelijk waren die laatste prachtige woorden niet voor Judas bedoeld. Buiten dat, Judas heeft ook al wat beters te doen dan luisteren naar Jezus. Hij loert al even op een mogelijkheid om Jezus te kunnen verraden. Want Judas is gewoon klaar met hem. Hij heeft hem 3 jaar van zijn leven gegeven. Alles achtergelaten. Jezus gevolgd. Hoop in zijn hart. Dit wordt een verandering in de tijd. Anders maak je zo'n beslissing niet. Judas is heel bewust meegegaan. Maar onderweg was het veranderd. Was Judas veranderd. En zag Judas in Jezus allang niet meer een veelbelovend leider. Laat staan de Zoon van God. Nee, Jezus was tijdverspilling. Zonde dat hij die keuze had gemaakt. 3 jaar van zijn leven weggegooid. En misschien kon hij er nog iets aan overhouden en zo werd Judas een dief. Hij werkt zich op tot penningmeester. Krijgt het vertrouwen van de groep en vindt een manier om aan die jaren in ieder geval nog geld over te houden. En in een allerlaatste zet probeert hij dat geld nog wat op te hogen door Jezus te verraden. Waarvoor? 30 zilverstukken geld. Zijn keuze tegen Jezus was ook een keuze voor het geld. Daar zal ik straks nog wat over zeggen. Maar Judas is veranderd. Ik vind dat ook wel heftig. Dat dat dus kan. Dat je alles kunt opgeven om Jezus te volgen. Dat je alles aan de kant schuift. Met oprechte, beste bedoelingen. En dat je toch zo ver bij hem vandaan kunt raken. De Bijbel is daar heel eerlijk over, dat kan. Dat is trouwens denk ik ook niet uniek voor Judas. Kan het je raken als je mensen ziet wegvallen van de gemeente, na jarenlang trouw meegeleefd hebben? Als je kinderen ziet opgroeien, altijd in clubwerk geweest, vrienden om hen heen, muziek geluisterd, misschien wel de keuze voor God gemaakt. En door de gang van hun leven heen winnen andere dingen. Maken ze keuzes die niet eens misschien altijd een keuze tegen God zijn, maar ook toch ook vaak een keuze voor iets anders. Zijn andere dingen belangrijker geworden dan Jezus? Gezondheid, geld, bezit, geluk. En kiezen ze voor een andere weg dan die van de eeuwige God. Het kan. En zo staat Judas tegenover Jezus. Aangrijpend. Maar Judas is niet de enige speler in dat hele verhaal. De duivel is er ook nog. En zijn rol hoeven we ook niet te onderschatten. De duivel heeft Judas al in het hart gegeven hem Jezus te verraden. Dat lees je in vers 2, Johannes 13. En we lazen in vers 27 hoe dat nog verder ging. Jezus kondigt het verraad aan. Eén van jullie gaat mij verraden. Degene die ik het stuk brood geef nadat ik het heb ingedoopt. En met het innemen van dat stuk brood vaart komt de Satan in hem. En dan zegt Jezus, wat je wil doen, doe het zo. Eerst had de duivel dus al in Judas zijn hart iets gelegd om Jezus te verraden. Maar met dat hij dat brood aanneemt, gebeurt er iets. Gaat er nog een stap verder. Eerst was er verleiding. Is deze Jezus wel degene die je had gedacht dat hij was? Moet je hem niet dumpen? Is er niet een manier om? En Judas geeft daar ruimte aan. Laat die verleiding groeien. En dan komt het moment waarop de knop helemaal omgaat.
pakt hij dat brood en dan is er ook geen houden meer aan. En gaat Judas op weg. Precies zoals het ooit was gegaan in het paradijs. Zie je die boom? Je kunt ervan eten. Wat God zegt klopt niet. Je wordt hetzelfde als hem. De duivel brengt iets op gang tot het moment komt dat je een keuze maakt. En dan gaat de deur open. Dat is nog altijd de rol van de duivel. Mensen opzetten tegen God. Partij kiezen tegen Jezus. Dat is het doel. En hij zoekt naar ingangen voor het kwaad. En als hij die ingangen vindt, dan pakt hij ook helemaal. Dat is zijn doel. Welke ingangen had de duivel dan bij Judas? Was Judas niet gewoon een slachtoffer? Waar de duivel nou eenmaal gretig gebruik van heeft gemaakt? Nee, hij was meer. Matthäus, Marcus en Lucas zeggen er niet zoveel over Johannes wel. We lazen bijvoorbeeld hoofdstuk 12. Maria zalft de voeten van Jezus. Ontzettend dure zalf. Judas zegt, wat een verspilling. Hadden we dat geld niet aan de armen moeten geven? Zoveel nood om ons heen. En wij verspillen het aan parfum. En een nobele opmerking natuurlijk. Als iemand zoiets zegt in de kerk, dan zeg je, broeder, amen, prachtig. Laten we dat weggeven. We moeten zorgen voor de mensen om ons heen. Maar dat was niet de reden waarom hij het zei. Johannes is, laat ons de achterkant zien. Hij was een dief. En hij zat als penningmeester dicht bij de pot. Dat stukje vertelt volgens mij twee hele belangrijke dingen over Jezus. Eén, over Judas. Eén, zijn geldlust. Judas' liefde voor Jezus was opgedroogd. Maar zijn liefde voor geld was gaan groeien. En waar die twee dingen elkaar raken, dat weet je niet. Jezus had heel vaak gesproken over de gevaren van geld. Dat zijn koninkrijk een koninkrijk was dat veel groter was dan deze wereld. En dat geld je bij dat koninkrijk weg kan halen. Omdat het dingen uit de weg haalt die je bij Jezus nodig hebt. Maar hoe meer Jezus had gezegd, hoe meer Judas ervan was gehouden. Hij had manieren gevonden om uit de kast geld weg te halen. Zonder dat anderen het door hadden. Jezus zei, mijn koninkrijk is groter. Judas kwam vast te zitten aan het middel van het koninkrijk van deze wereld, geld. En juist dat geld, en daar wordt het volgens mij heel spannend, juist dat geld wordt benoemd als de reden voor Judas om Jezus te verraden. Mannen, wat levert het me op als ik Jezus bij jullie breng? 30 zilverstukken was genoeg. En hij doet het. Ik kies tegen Jezus, maar ook voor het geld. De kracht van geld. Als middel in handen van de duivel. Als ingang in je leven waarin je het kwaad de ruimte geeft. Paulus zal later schrijven aan Timotheus. Maar wie rijk willen worden, vallen in verzoeking en in een strik. En in veel dwaze verlangens. Die mensen doen wegzinken en verderven en ondergang. Want geldzucht is de wortel van al het kwaad. Door daarnaar te verlangen, zijn sommigen afgedwaald van het geloof. En hebben velen zich met smarten doorstoken. Het is toch net alsof Paulus het over Judas heeft. Maar Paulus trekt het dus breder. Dat gold niet alleen voor Judas. Dat geldt de christelijke gemeente. Meer geld willen hebben is de wortel van alle kwaad. En zomaar de reden om te verflauwen in je geloof tot het moment komt dat je het loslaat. Zo werkt het nog elke dag. Ik denk dat wij het over het algemeen best goed hebben. Helemaal als je dat vergelijkt met hoe het er in deze wereld aan toe kan gaan. En toch zoeken ook wij vaak naar meer. Geld, bezit, manieren om daaraan te komen. Vinden we geld, ons inkomen, want we hebben toch eigenlijk wel best belangrijk. We vergelijken onszelf met anderen en gaan er altijd gewoon een beetje bij. We steken ontzettend veel tijd in verzamelen, bewaren. En ik zeg niet dat dat allemaal verkeerd is. Maar ik vind het wel schokkend dat bij Judas de keuze voor het geld een enorme rol speelt. En dat geld dus de macht heeft om ons in bezit te nemen. Dat als geld verdienen een heel belangrijk doel in je leven wordt, een doel waarvoor je dingen opzij zet, meer dan je eigenlijk lief is, dan wandel je gewoon Judas achterna. Dat is de Bijbel. Als geld verdienen een doel wordt, niet maar een middel om te leven, maar een doel, dan zit je in de Judas gevarenzone. Geld brengt Judas in Gethsemane.
Johannes benoemt dus nog meer. Niet alleen zijn hang naar het geld. Ook iets wat misschien nog wel veel erger is. Judas is van binnen compleet anders dan van buiten. Hij zegt wat een verspilling, dat naar de arme gemoeten. En anderen zie je denken, die Judas, ach, die denkt dingen die zou ik ook willen denken. Die is zo trouw. Wij denken, oh, prachtige parfum, hij denkt aan de armen. Man, wat een gelovige. Terwijl zijn doel is dat hij zichzelf erdoor verrijkt. Hij wil zo stelen, niet alleen om dat geld te pakken, maar ook zodat anderen zullen denken, wat is die Judas toch bijzonder. Die foto's waar ik mee begon, hè? Snoep of medicijnen. Zoetigheid of drugs, soms zie je het verschil maar amper. Tot je het in je mond stopt. En dan kan het levensgevaarlijk zijn. Van buiten mooi, lekker, van binnen vies en levensgevaarlijk. Dat was Judas. Zo is hij penningmeester van het goede doel. Een man met een masker. Daarom verraadt hij in Gethsemane Jezus ook met een kus. Waarom zijn Judas niet gewoon die man? Die is het. Omdat een kus het gebaar was van vriendschap, van liefde. Aan de buitenkant het mooiste wat Judas Jezus kon geven. Maar in het echt dodelijk verraad. Het viel me pas op toen ik dat verhaal goed las. Weet je wat Judas gewoon hoopt? Dat hij Jezus kan verraden in Gethsemane zonder dat anderen het door hadden. Dat hij daarna gewoon weer zich kan voegen bij de groep van de rest. Omdat niemand door heeft wat hij nou eigenlijk heeft gedaan. Hij geeft zijn meester een kus. En hij hoopt dat hij daarna gewoon weer verder kan gaan als penningmeester van de pot. Hij wil Jezus verraden, maar zonder als verrader te worden ontmaskerd. Hij speelt zijn dubbelspel tot op het allerlaatste moment. Geld en schijnheiligheid. Schijnheiligheid. Het lijkt heilig en het is ver van dat. Wat hebben ze Judas kwetsbaar gemaakt? Het zijn twee deuren geweest waardoor de duivel binnen kon gaan. Om hem in te schakelen. Judas is geen slachtoffer van wie de duivel gretig gebruik maakt. Judas was al lang op weg bij Jezus vandaan. Matthäus maakt dat heel scherp duidelijk. Als hij schrijft over die maaltijd met die zalf en Maria, schrijft hij, en toen ging Judas naar de overpriesters. Wat levert het me op? Dat was al voor dat moment van Johannes 13. Voor die maaltijd waarin de duivel in Johannes komt. Judas heeft de duivel ontzettend veel ruimte gegeven. En dat benut de duivel ten volle. En dan is er ook geen houden meer aan. Ik denk dat dat altijd nog zo is. De duivel schakelt geen onschuldige mensen in. Dat kan die niet. De duivel is geen schepper. Dat is God. God is een schepper die kan iets maken uit niets. De duivel kan alleen maar aansluiten. Die kan alleen maar aanhaken bij iets wat er al is. Hij kan slechts iets doen met wat hem wordt gegeven. Hij kan niet maken. Hij kan niet scheppen. Hij kan alleen maar aansluiten. Gebruik maken van wat je hem geeft. Gemeente, wat geef jij de duivel? Wat zijn dingen in je leven waarvan je voelt, dit zijn deuren? Hier maak ik keuzes waarmee ik iets openzet. Waarmee geef je de duivel iets waar hij mee aan het werk kan? Vragen en twijfels die je voor jezelf houdt, bijvoorbeeld. Je zingt mee vanmorgen, maar ondertussen denk je, ja, ik weet het niet. En je zegt het niet omdat je bang bent dat mensen zullen zeggen, ja, maar dat mag niet. Zonde en dingen die je verborgen houdt, maar die je gebonden hebben door de tijd heen. Je zwijgt erover, want je schaamt je, je voelt je schuldig. Het lijkt alsof hier allemaal mensen zitten die heilig zijn en alles goed doen, maar ondertussen voel je je alleen, want jij bent anders. Onderzoek jezelf eens in je eigen leven. Zijn er punten waar je de deuren openzet? En waar je de duivel huiswerk geeft. En stel nou dat je die ingangen heel goed kent vanmorgen. Dat je nu gelijk aan een paar dingen moet denken.
Ik zal niet aan je vragen om naar voren te komen en ze uit te spreken. Het zou mooi zijn trouwens, maar ik zal het niet doen. Maar ik wil je wel vragen om dat niet voor jezelf te houden. Judas heeft dat jarenlang gedaan. Schokkend, hij heeft 3 jaar lang dat gedaan. Hij heeft zich 3 jaar lang minstens beter voorgedaan dan hij was. Hij had een masker op. Omdat hij bang was voor de reacties van de anderen. Omdat hij merkte dat de anderen het anders beleefden. Prachtige buitenkant, maar een dode binnenkant. Wat leeft er in je hart? Wees er kwetsbaar in en open. Niet alleen voor jezelf, maar ook zodat anderen om je heen dat kunnen herkennen. Dat zij niet de enige zijn die met dingen worstelen. Ook als je soms teleurgesteld bent in God. Ook als je vragen hebt. Ook zoals we net in het gebed hoorden, dingen je wel weet maar niet voelt. Deel ze. En ik denk dat we daar als gelovige gemeente soms elkaar ook een beetje in de weg staan. Als iemand dan iets beleidt of neerlegt, dat we ook wel een handje van hebben om dan soms heel oordelend te reageren. Misschien helemaal niet met woorden, maar dat we soms in onze houding doen alsof die ander compleet uniek is in zijn worsteling. Oh, kijk jij porno? Oh, je zal het maar hebben zeg. Oi, oi, oi. Zit jij vast aan je geld op? Dat lijkt me erg. Ik hoop dat je er gauw vanaf komt. Ik zal voor je bidden. Ja, ja. En jij dan? Is er bij ons ruimte om kwetsbaar te zijn? Wat als je even niet mee kunt in de vreugde van het geloof? Wat als geloven soms even heel ver weg lijkt? Zou het ons dan niet helpen als je dat ook gewoon maar eerlijk zegt? Steeds meer. Zodat anderen zich daar ook makkelijker kunnen aansluiten. Zodat jongeren weten dat wij mensen zijn met gebreken totdat wij sterven. En hoe wij ook over genade zingen en doen. Dat die worsteling die Agnes beschreef, dat een worsteling is die blijft. Omdat genade zoiets groots is en wij zo klein, dat we dat in dit leven niet bij elkaar krijgen. En dat we daarom zingen en elkaar meenemen en bidden om het weer opnieuw te ontvangen. Zo zet je de duivel buitenspel. Doe je dat niet, laat je binnen. Waar je dingen aan het licht brengt, dan moet de duivel een stap terug, want daar gaat Jezus een stap naar voren. Maar waar je dat niet doet, dan geef je de duivel je vinger. En voor je het weet, heeft hij je hele hand. Dat deed Judas. Tot het zover komt dat de duivel hem helemaal van binnen vult. En hij Jezus verraadt. En zo wordt Jezus onschuldig verraden. Wat een verhaal. Judas is niet het slachtoffer. Jezus is dat. Het zou je maar gebeuren dat een van je beste vrienden je zo verraadt. Maar misschien is dat wel het meest pijnlijke van dat verhaal. Het gebeurt door iemand dichtbij. Soms reken je op iemand. Je stond hand in hand met iemand. En ineens trekt die hand zijn hand terug en geeft hem aan een ander. En jij staat alleen. Judas levert zijn Jezus over. En hij geeft de tegenpartij de hand. Je kunt dat ook zien in de woorden van Johannes 18... Moet je opletten als je dat voor je probeert te zien. Judas staat ineens, zegt Johannes, niet meer bij Jezus en de discipelen, die staan hier. Maar daar staan de soldaten. En waar staat Judas? Hier. Hij is aan de andere kant komen te staan. Dat is wat verraad doet. Het zet je aan de andere kant. Je ziet in Gethsemane gebeuren hoe het gaat. Judas kiest voor de tegenpartij. Door de tijd heen was hij voetje voor voetje die kant op gegaan. En ineens kan hij weer terug en staat hier. En daar staan Jezus en de discipelen. Daar is het koninkrijk van God. En daar staat Judas. En zo wordt Jezus het slachtoffer. Nou, eigenlijk is dat niet waar. Het is in ieder geval niet wat Johannes tekent. Jezus wordt niet het slachtoffer. Het gebeurt niet achter Jezus rug om. Dat doet voor ons het meest pijn. Als iemand je verraadt, dat het achter je rug om gaat. Je vertrouwt op iemand en ondertussen blijkt hij heel iets anders. Maar Johannes vertelt al aan het begin van hoofdstuk 13, bij de Heer Jezus was dat echt anders. De Heer Jezus heeft vanaf het begin tot aan het eind de absolute regie. Hij is geen slachtoffer, hij is regisseur. De Heer Jezus weet dat Judas hem zal verraden. Hij zegt het steeds weer tegen zijn discipelen. Eén van jullie gaat mij verraden. En Jezus geeft er ook alle ruimte voor. Wat je wilt doen, Judas, doe het nu. Hij stuurt Judas op pad. En daarna zoekt hij hem nog op ook. Hij wist natuurlijk heel goed dat Judas naar Gethsemane zou gaan. En precies daar gaat hij heen. Hij weet het, hij stuurt erop aan, hij zoekt het zelfs op.
En als Judas met de soldaten in Gethsemane komt, dan nog heeft Jezus de leiding. Jezus vraagt, wie zoeken jullie? En als de soldaten dan antwoorden, Jezus de Nazarene, dan klinken die machtige woorden, ik ben het. Het zijn woorden die in het Johannes-evangelie telkens tegenkomt. Ik ben. Ik ben de goede herder, ik ben de deur, ik ben de opstanding in het leven. De weg, de waarheid en het leven. Ik ben. De God van het Oude Testament, de God van het verbond. Yahweh, ik ben die ik ben. Ik zal zijn die ik zijn zal. Jezus zegt, die God ontmoet je in mij. Ik ben het. En alle soldaten, waarschijnlijk wel zo'n 1000 man, vallen stijl achterover. 1000 man, tot op de tanden bewapend. Ze kunnen niets als Jezus laat zien wie hij is. Johannes maakt heel duidelijk, Jezus is geen slachtoffer. Jezus is regisseur van zijn eigen verraad. Maar waarom dan? Waarom regisseert iemand zijn eigen verraad? Stel dat jij zou weten dat iemand je morgenmiddag om 12 uur van plan is een fikse streek te leveren. Dan doe je tot morgenochtend 12 uur toch alles wat je kunt doen om dat te voorkomen. En om, even niet zo christelijk, maar dat doen we dan stiekem toch, die persoon toch wel net even voor te zijn. En misschien nog wel een beetje terug te pakken ook. Jezus weet het. Maar hij vlucht niet. Hij gaat niet weg, sterker nog, hij zoekt het op. Want hij weet, dit is de weg van verlossing voor de mensen voor wie ik kwam. Klinkt zo'n mooie zin in Johannes 18, dat stukje in Gethsemane. We zoeken Jezus de Nazarene. En dan zegt Jezus, en dat is voor mij echt het hele evangelie in een notendop. Als jullie mij dan zoeken, laat hen dan gaan. Zo mooi. Hij wijst naar zijn discipelen. Er staan 1000 man vol bewapend tegenover hem. Jezus weet, mijn laatste uren zijn gekomen. Maar hij denkt niet aan zichzelf. Hij denkt aan zijn discipelen. Pak mij maar. Als je hen maar laat gaan. Pak mij. Zodat zij kunnen gaan. Dat is de reden waarom Jezus zijn eigen verraad regisseert. Het evangelie van de lijdenstijd. Jezus wordt verraden, gepakt, gekruisigd. Hij zal sterven, maar laat hen gaan. Jezus onschuldig gevangen. Zijn discipelen schuldig stuk voor stuk vrij. Jezus gedood. Zijn discipelen leven voor altijd. Petrus, Johannes, al die anderen, jij en ik vanmorgen. Alle die zich hebben verzameld om Jezus heen. Nee, Judas niet. Judas heeft voor de andere kant gekozen. En die staat nu hier. Als je de loop van het verhaal van Judas leest, weet je dat hij op een hele beroerde manier aan zijn einde komt. Laat hen gaan, dan wijst Jezus naar hen die zich om hem heen hebben verzameld. Waren dat mensen die altijd alles wisten rondom Jezus? Nee. Maar dat mensen die altijd hadden volgehouden, nee. Peter zal Jezus verloochenen, alle discipelen zullen vluchten. Maar Jezus heeft gezegd, pak mij en laat hen gaan. Als je de duivel laat werken in je leven en je gaat steeds verder op weg naar hier, loop je het risico dat je voor eeuwig Jezus verliezen zal. Maar als je vasthoudt aan hem, ook al weet je lang niet altijd hoe en waarom, dan zou Jezus zeggen, ik heb mij laten pakken, zodat jij kunt gaan. Dat is genade. Dat is nou genade. De verrader speelt maar een bijrol. En degene die verraden wordt, speelt de hoofdrol. Dat deed hij toen en daar, dat doet hij vandaag, hier en nu. En daarom danken wij God om genade. Waarom vocht u niet terug toen ze u vonden en als een dief wilden vangen? Waarom vocht u niet terug toen ze u bonden en aan hun kruis wilden hangen? Dacht u aan ons en dat u de Vader zou zien? Dacht u aan ons misschien? Hallelujah.